Welkom. Vandaag gaan we kijken naar neerslagreacties. Neerslagreacties zijn reacties waarin twee zouten die goed opgelost zijn, dat we die apart oplossen in water, bij elkaar gooien en dat dan een combinatie ontstaat van een zout dat niet meer goed oplosbaar is. En dat wordt een vaste stof en dat zakt heel vaak naar de bodem van onze reageerbuis. Ik heb hier twee buisjes en ik heb hier koperchloride en natriumcarbonaat heb ik hier opgelost. En allereerst, als dit nog lastig is, ga even terug naar de vorige video van hoofdstuk 4. Ja, als we koperchloride gaan oplossen, dan hebben we een oplossingsreactie, heb ik hier geschreven, koperchloride in vaste vorm. En daar hoeft die 2 niet bij, hè? Die wel in de naam koper 2 chloride. Koperchloride kunnen we hier afleiden uit de verhouding. Wordt koper 2 plus AQ en 2 chloride ionen ook AQ. Ja, zorg wel dat de verhoudingen ook weer goed zijn, zodat je steeds met neutrale oplossingen te maken hebt. En hier natriumcarbonaat, 2 natrium en 1 carbonaat ion, ook weer AQ. Ik heb ze in mijn hand, 2 buisjes, 2 reageerbuisjes. De ene met koperchloride, je ziet hier koperchloride opgelost, hè, de losse ionen. En je ziet hier een natriumcarbonaat ook opgelost. En je ziet, als het goed is, dat ik de verhoudingen van de plus- en de min-ionen, de positieve en de negatieve ionen, dat die gelijk zijn, ja, qua lading. Nou, wat gebeurt er? Ik heb 2 goed oplosbare zouten. Heb ik opgelost en ik gooi ze bij elkaar. En hopelijk kan je dit zien. Ja, maar mijn oplossing die was eerst helder. Ja, maar nu heb ik niet meer een heldere oplossing. En er ontstaat een vaste stof. En als we lang zouden wachten, dan zou je zien dat die vaste stof dat die neerdaalt en dat die langzaam uitzakt. Ja, en op de bodem terechtkomt. Wat interessant is, is om te kijken, om te voorspellen, wat voor stof is dit nou, die vaste stof die ontstaat. Dan kunnen we een diagrammetje maken waarin we de positieve ionen hier in de eerste kolom zetten, de negatieve ionen daarboven in een rij daarboven. En dan kan je met Binas tabel 45a, ja, kan je uitzoeken welke combinaties goed en welke slecht oplosbaar zijn. En zet de video even op pauze, ja, probeer dat even op te zoeken en dan ga ik zo weer verder. Goed, als het goed is heb je het uitgezocht en hè, met Binas tabel 45a. En wat zie je? Dat natriumchloride, daar staat een G. Natriumcarbonaat staat een G. Dit laatste, dat hoeft ons niet te verbazen, hè, want we hebben dat inmiddels opgelost. Koperchloride is ook een G en hier ontstaat een S, een slecht oplosbaar zout. Dus dat heb je hopelijk kunnen aflezen. Nou, dan kunnen we dus voorspellen dat koperkarbonaat, dat ons de vaste stof is die neer is geslagen in het bodem van een reageerbuisje. Wat zien we hier? Wat zien we hier nog meer in het reageerbuisje? Ik heb dat hier proberen weer te geven. Koperkarbonaat als vaste stof en hier nog steeds mijn losse ionen opgelost. Die zijn dus nog steeds opgelost. En in een van de vorige video's heb je gezien, ja, dat heb ik hier niet ingetekend, dat die ionen, die zijn natuurlijk nog steeds gehydrateerd. Ja, dus de delta plus kant van het water is gericht naar de chloride ionen en de delta min kant van het watermolecuul is gericht naar de natrium ionen. Dus dat, hou dat in je hoofd, dat hier nog steeds aan de hand is. Wil ik even inzoomen op dat koperkarbonaat. Het koperkarbonaat is neergeslagen. Dat is een zout. Ja, we hebben een positief metaaldeeltje. We hebben een negatief, in dit geval samengesteld ion. Ja, als een zout neerslaat in een vaste vorm, dan krijgen we dus een ionrooster. En dat ionrooster kunnen we zo weergeven. En dat ligt dus op de bodem van ons reageerbuisje. Ja, dus er zijn een hele hoop dingen die volgens mij in deze neerslagreactie samenkomen. We krijgen oplossingsreacties. En we krijgen een neerslag. En als het goed is, moet je nou ook een neerslagreactie kunnen opschrijven. En dus probeer dat. Zet de video weer even op pauze. Bedenk wel de volgende dingen. Een neerslagreactie, alleen de ionen die neerslaan, die zet je in de reactie. Alle andere ionen die misschien ook in die oplossing zitten, ja, die tel je niet mee. Dus zet hem even op pauze en dan probeer hem zelf op te schrijven en dan gaan we zo weer verder. Nou, hopelijk ben je eruit gekomen. Nou, wat heeft mijn neerslag heeft dat hier gedaan? Ik heb koper, 2 plus, AQ. Ik heb carbonaat, 3, 2, min, AQ. En
en dat vormt een vaste stof. En die vaste stof die heb ik al hier staan. Dat is koper, carbonaat, S. Vergeet de fase niet en vergeet de lading niet. En zorg dat als je een neerslag maakt van twee ionen die niet de tegenovergestelde lading hebben, dat dat ook klopt qua neutraliteit. Je moet hier natuurlijk een neutraal zout hebben. Nou, ik hoop dat dit geholpen heeft en veel succes met je neerslagreacties. En misschien je praktische opdracht die je hierbij krijgt. Succes!